Do I have any challengers? Anyone brave enough to challenge the almighty Mr. Misho at pencil sharpening? May the best man win. Thank you. Here's your weapon. On your marks. Get set. Go. This is like the Russian doping scandal. He should be banned from the Olympic 30 sport. 30 seconds. He should be banned from the Olympic sport of sharpening pencils. No. I call for a disqualification. This is unfair. On your marks, get set, go. I was sharpening pencils when you were still in nappies, boy. 3, 2, 1. I need to change my strategy. Stop. Oh, mine is, yours is smaller, mine is sharper. Oh, he's good. Well done. Thank you. Well done. Well done. The winner. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to the 351st Paper Into Sleeve World Championship. The objective of this particular sport is to insert as many pieces of paper into as many plastic sleeves as possible. On your marks. On your marks. Get set. Go! And Mr. Misho's on his fourth page. Mr. Misho's on his fifth page. He's moving on to his fifth page. Oh, it's a close match. Come, young gun. Hurry, hurry, hurry. I'm about to. That was a close one. Oh, it's okay. Well done. It was a fair match. Are you going traditional or fancy? What sort of aeroplane are you going to be building today? Boeing 747? If you lose, what are you going to do? 50 push-ups? Okay, 50 push-ups. If I lose, 10 push-ups. This is the World Championship Paper Aeroplane Building Competition. This is a brutal final where there is only one winner. There's no second place. Okay, are you ready? Are you ready? You know I'm ready. Okay, don't copy me. Let's see what happens. Are you ready? Where's the arena? We have to first do a wind test. Let's see what happens. Okay. The proof is in the pudding. No! Man down! Man down! Call a medic! That was the conclusion. With the new friends made at Hooks Museum, and may the best man, may the best student or teachers win. Deze keer hebben we meneer Vis uitgedaagd voor de Whisper Challenge. De challenge gaat als volgt: we doen de koptelefoon op met muziek en moeten in 1 minuut zoveel mogelijk woorden raden. Degene met de meeste woorden die wint de challenge. Start. Fietsbel. Fietsbel. Afvalsbak. 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 Ja. Afvalbak. Pepernoten. Babylootje. Pepernoten. Pepernoten? Max Moben. Paspoppen. Nee,
Schip. Asfalt. Huiswerk. Asperge. Huiswerk. Huiswerk. Kaarslicht. 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 Stop. Ja. Bibliotheek. Bellenbaas? Bibliotheek. Bibliotheek? Ja. Bioscoop. 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 Siroop? Aardbeien-siroop, pomo-siroop, sinaasappelsiroop? Bioscoop. Schilderijfoto? Bioscoop. Panoramafoto? Bioscoop. Nee, de volgende. Paspoppen. Appelmoes? Paspoppen. Appelstroop. Paspoppen. Barkruk. Balletje. Barkruk. Ja. Bakje. Helaas hebben de docenten weer gewonnen. Dit keer met 5-1. Dan moeten we dat 1. Zien. Maar de volgende keer pakken we ze dan weer terug. Het was een eer om mee te doen, moet ik zeggen. Voor de What's in the Box Challenge. Dat doe je met deze box. Hierin gaat het voorwerp en Isa en meneer Dekens moeten dan raden wat erin zit. Degene die de meeste voorwerpen kan raden, die heeft gewonnen. Moet ik al beginnen? Het eerste voorwerp is een verfroller. Oké. Dus even kijken. Wat is dit? Oké. Ja, ik kom niet bij. Dit is, ja. Oh, dit is echt
Ja, dit is zo'n rol om schoon te maken. Je hebt elkaar zo'n stap in een schoonmaak. Oh ja, mijn antwoord is een schoonmaak. Sponsachtige substantie. Een harde spons. Het volgende voorwerp zijn veren. Ja? Ja. Twee. Wat is het dan? Het is heel apart. Het is heel zacht. Oh, het is gewoon niet een veren. Het zijn gewoon allemaal veren. Het volgende voorwerp is een elektrische puntenslijper. De volgende. Ja? Ik zie ook niks aan jullie gezicht, hè? Er is ook niemand die helpt. Nou, hier bovenin. Ik denk dat het een puntslijper is. Maar goed, dat weer meer start dan. Oké. Het volgende voorwerp is klei. De volgende. Hele makkelijk natuurlijk. Ja. Klei. Het volgende voorwerp zijn kralen. Dit is makkelijk. Welkom bij de challenge. Vandaag gaan we 3 kleine mini-challenges doen. We moeten een kleur namaken, het geluid raden en raden hoeveel snoepjes er in een pot zitten. Hey, in 1 keer goed! Ja, gewoon een beetje in het midden van je blad. Oh, in het midden van het blad. Kijk eens even. Ik zit aardig in de buurt hoor. Jij ook. Ik heb dan het zo te doen. Ja, stop. Ze zijn praktisch gelijk. Nee, ik zeg tot deze. Raad hoeveel erin zitten. 15 seconden. Jij gaat het eerst zijn aan. Denken.
Ik heb 142. Oh ja. 99. Het goede antwoord was 165. Oeh, goed gedaan hoor. Oh nee. Dit is eerst het zegtrechtpunt. Akkerdol. Oh, een boordje. Allebei fout. Water is van. Ja. Plek een klok. Nee. Wat een bladblazer. Kunnen we het goed lopen? Ja. De leraar hebben dan een punt. Yay! Ja. Heel goed gedaan. Ja. Welkom bij de nieuwe challenge. Dit keer hebben we mevrouw Koijtek uitgedaagd voor de waar of niet waar challenge. We beginnen met stelling nummer 1. Eddie. Bij leeuwen jagen vooral de mannen. Waar of niet waar? Het is niet waar, want de vrouw jagen. Ja, weet dat ook weer. Stelling nummer 2. Koffie is de populairste niet-alcoholistische drank ter wereld. Zo. Een giraf heeft net zoveel nekwervels als een mens. Waar of niet? Oeh. Dat is wel waar. Ik ga lekker zo, joh. De totale lengte van je bloedvaten is 10.000 kilometer lang. Nee, het is niet waar, want het is 100.000 kilometer. Nou! Het is meer. Oh. Wat zijn wij goed? Strepen van een zebra zorgen voor verkoeling. Dat is waar. Dit is het. Mevrouw Geuken, als u oplet, wij willen graag weten waarom. Australië is het grootste eiland ter wereld. Het is niet waar, het is Groenland. Kom op, Anouk. Okay. Kom op, we kunnen. Het Himalaya-gebergte is vernoemd naar degene die de Mount Everest voor het eerst beklom, Himalaya. Niet waar. Nou. De Atlantische Oceaan is de grootste oceaan ter wereld. Het is niet waar. Nou, het is echt. Je moet bij Duits blijven. Ja, ja. Heb je geen Duitse vragen? Vegetarische spinnen bestaan. Volgens mij. Dat is waar. Yes. Heet water bevriest sneller dan koud water. Dat heb jij gehad natuurlijk. Waar of gekeken? Oh. Ja, dat is waar. Yes. Nou, dit was de challenge. Mevrouw Koijtek, bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. En, Ik ga meneer Braas uitdagen voor de Egg Roulette Challenge. Degene die de meeste rauwe eieren op zijn hoofd krijgt, die heeft verloren. Let's do this. Of staat? Maakt niet uit. Ik wil het zeer. Wow. Niks aan de hand. Hoppa. Eén ei. Nou jij. Niks aan de hand. Kan je zien, hè? Deze is niet gekookt. Deze is niet gekookt. Nee, jawel. Hij is gekookt. Mooi, dat is twee. Oeh, die is gekookt. Ah! Hier. Boven die hoofd. Deze is. Nee, die heb ik niet. Dat mag niet meer, hè? Oh! Is dit leuk? Niet twijfelen.
gewoon doen. Ah, boven op je hoofd, hè. Kijk, gewoon doen, hè. Niks aan de hand. Juist. Niks aan de hand. Gaat ie. Oh. Ja, kom op, doen. Boven op je hoofd, hè. Ja. Oh. Niks aan de hand. Het gaat naar zijn broek. Oh jezus. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Opa. Niks aan de hand. Oké. Dit was de laatste challenge van het jaar. Helaas hebben de docenten dit jaar gewonnen. Hopelijk winnen wij volgend jaar. Doei!